Ik kom met je klauwen omhoog uit het bosje nu. De 20 ziet geen post naar mijn tankstation hoor. Hey maat, laat je klauwen zien. Ik zie je. Hand omhoog nu. Komt uit het bosje een, komen. Corvette volgens mij aanrijden hoor. Hey, staan blijven. Yes mensen, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Bjorn. In deze video heb ik weer aardig wat actie voor jullie zitten. We hebben namelijk een melding van de winkeloverval en de verdachte die vluchtte naar een onderhandeling. En dat, er zit best wat actie bij zoals jullie misschien al in de intro hebben kunnen zien. Dus vergeet zeker niet te abonneren hier beneden voor meer content. Doe ook zeker te weten even op belletje drukken, zodat je op de hoogte blijft van alle nieuwe video's en streams. Doe ook zeker te weten even dat blauwe duimpje omhoog, dat zou ik super tof vinden. En dan gaan we nu gewoon lekker starten met de video. Veel kijkplezier. Alles werkt, oh, de 42.06 staat te zien. Nou, oh, huh? Huh? Wat is dit? Huh? Wat is dit? Nou, er staat ook een briefje naast. De laatste persoon staat in de groepchat. Wat zeg je, Harry? Hey, hoor ik nou een embryo rap in de kofferbak of niet? Kijk uit, hè. Er komt dadelijk een moment. Ah, joh. Hè? Iedereen kent mij inmiddels. Ja, zo leuk. Koppeling. Ik doe net mijn dingen koppelen. Ik krijg gelijk een berichtje eroverheen van Robben. Zullen we koppelen? Oh, ja. Oh! Wat doe jij nou? Ga maar door. Ik moet de walk in. Oké, nou. Oh. Ah, joh. Ik ken hem al langer dan vandaag. Ja. Oh. Dit wordt wat. Ja, nou ik weet niet, maar je kent me misschien wel als de brokkenpiloot, maar... Ja, daarom, ik... Robben stuurt een berichtje, die zegt, gaan wij zo koppel? Ik zeg, ik heb net mijn ziel verkocht aan Björn. Oh, ik ga je veel te goed op. Dus, hij zegt, ei, oké, hij zegt, ik zal de koffietafel regelen. Ja joh, je moet nou eens kijken, joh, hé. Oh, echt. Dus wat dat er gaat, nou we gaan zien joh, wat de avond gaat brengen. Oh, nou. Ik vind het allemaal best. Geef aan dat ze een gegijzeld hebben. Waarom? Oh, gijzeling. Vernomen, is er nog een extra eenheid die kan koppelen? Ja. Ja, de 06 is onderweg, over. Is vernomen. Is bijna te plat. Ik weet dat Pauper was al een trackie. Ja, jij trekt het uit. Ja. Jongen. Ik zei het toch al, niet doen. Oh, ik mag gewoon rijden? Ja, je vertrouwt me, dat is goed. Daar hou ik van. Nou, dat niet, maar voertuig... Oh, je hebt hem al. Vertrouwen doe ik je niet, maar ik zou wel motten. Waar is het overvol? 1,8 kilometer. Zet jij maar even een navigatie. Heb ik al gedaan. Dat heeft plaats, over. Oh, ik zie hem niet. Ik ben later ingestapt dan jij. Rechtsaf. En nou, volle gas vooruit. Oké. Okay. Oh, nee! Wat? Ja. Wat denk je van die slingeringen die je maakt? Oh. Waarom zet je die licht uit? Ja, dat ging auto. Hoort hem eens zuchten, hier rechtdoor of niet? Ja, met de bocht mee. Bocht mee, rechtdoor. Oh ja, ik weet het. Zo meteen linksaf. Bij Grove Street is het zeker. Als slijm het dood, hier links. Gaan we weer rechtdoor. Ja, en dan. Einde van de straat naar rechts. Ja. En dan naar links. Deze niet nog, de volgende pas. Nee, de volgende hè. Ja, deze. Ik weet het wel. Het is bij, bij de Ikea. Ja, de Grove Street. Gezondheid. Gezond. 06 status 3. Hé, hey, weer die lampjes uit, hè? Weer die lampjes uit. Ja, jij? Ja, Jij zit te rommelen met dat zooitje. Ik niet. Hey! Denk dan. Hoi. Tijden, die van niks te wachten. Ga even tanken. Heren. Hallo. Hallo, kunnen jullie even vrij verlaten? Kunnen de camera even vandaag? Kun je daar verder komen? Ik pak wel die tank, ding. Hé, hey, wat komen jullie doen? Mogelijk in ieder geval weg. Ja. Hallo meneer. Wat moet ik doen? 5, zo. Jij ook even zo snel mogelijk weg bij je uitweg. Ja, hou in ieder geval afstand. Helemaal bij het pand gaat staan daar. Gewoon echt goed verder. Tank, ik ga niet veel doen. Wij gaan niemand voor. Zoek even een andere tank.
motors die overbelichten heel mijn hersenen. Ik heb, ik heb er echt totaal geen last van. Ja, ik wel, maar ik heb Bright and Nights. Hier komt uit. Nou, dat moet je er nog van afhalen. Wat is dat voor een onzin? Ja, ik ben het vergeten eruit te halen en dan merk ik het nu precies tijdens mijn bodycam. Hé, hey, waarom staat hier ook een motor? Ja, er staan hier allemaal motors. En daar komt dus die open. 246 komt uit. Ik heb die banden lekker gestoken. Heb je bericht over? Zat u achter of bij Open Gerard over? Helemaal niks over. Nou. Goed, ik raad aan iedereen van de winkel overval ja, frequentie 2 te komen, over. Hey, mag ik even meekomen? Zullen de handeling al wat het een beetje vlot is, zien? Ja, voor iedereen gekoppeld aan de winkel overval zit iedereen hier omhand. Ja, die ben ik al eerder tegengekomen, Jimmy Joe. Maar in ieder geval voor even voor alle eenheden, ook al sta je misschien hier rondom, zodat iedereen moet gaan. Goed praten. Ja, okay, maar nice. Iedereen staat hier. Yes! Oké, okay, ja, sorry. Iedereen is er. Oké. Okay. Nou, kom even dicht bij me staan, want ik ga mijn stem nog niet hoog. Ze willen in principe gewoon een vrije doorgang met de BMW X6, die nu ingebokst staat. Dan moeten gewoon dus ook geen banden van lek gestoken of geschoten worden of dergelijke. Nou, we hebben één gijzelaar. En ze willen in principe gewoon vrije doorgang. Ze willen dat alle voertuigen met de neus naar de auto toegericht staan. Nou, dat wil ik eigenlijk niet doen, dus ik wil sowieso de parkeervakken wat hier voor me ziet, die twee parkeervakken, dan mogen in principe gewoon één voertuig sowieso gaan staan, zo één B-klasse. Met de neus richting de weg gericht. Dat jij letterlijk 13. Ik denk dat die twee gasten erbij horen, eerlijk gezegd. Ga maar verder door de port alsjeblieft. Zal ik ze even weg? Ja, moment. Ja, ik ga dat maar doen. Nou ja, dan ga ik eventjes zo nog door voor de anderen die er niet bij staan. Ja, iedereen mag inderdaad even van de trein afgegooid worden. 1B klasse die kan dus hier zo naast de winkel gaan staan met de neus richting de weg. 1B klasse die mag... Voor je eigen veiligheid, bij de opstappen. Nou ja, hier zo ook eentje denk ik. Staan je dichterbij dan achter? Even een helm op. Je hebt hier twee parkeervakken als je er daar eentje neerzet. Ja, ik ben dus bodycam en ik zie momenteel helemaal niks hier over. We begrijpen niet aan gewoon wegrijden. Ja, en ja, ik kan dan nou niet heen kijken. Ook sowieso eentje beetje richting Grove Street. Dan kun je hem al gewoon van het terrein afzetten. Van het terrein van de winkel en tankstation af. Gewoon met de neus. Ja, mag je zelf kiezen richting Grove Street of richting de winkel. Andere voertuigen die stellen zich gewoon cheap op het terrein op. Hier zo. Kan er ook nog eentje achter de winkel staan. Ligt een beetje aan hoeveel we dan hebben. Dan hebben we nog twee voor de winkel. Ja, dat is meer dan genoeg. Dus eentje achter, eentje naast de winkel en eentje richting Grove Street. Andere twee voertuigen staan hier gewoon op het terrein. Ja, kijk of je ze enigszins tactisch neer kan zetten, niet met de neus richting hem hier, want dan ben je nergens als je achter het voertuig aan wil. Weet iemand eigenlijk of er nog bij F07 beschikbaar is? Ik kan wel even kijken. Hey, ik vraag wel even naar over. Nou, dit heeft eigenlijk... Ja, graag. Hebben we namelijk nodig. De koppeland van die motor die zegt heftig van mij. Hoe doe je? Oké, na veel onderhandelen zijn we op een positie gezet. Hier hebben we minimaal 10 minuten staan wachten. Dat is natuurlijk niet zo heel leuk om in de video te doen. Dus we gaan nu weer gelijk over naar het moment dat de verdachte vluchten. Ik hoor weer die pauperfiets. Trap ik hem er vanaf? Ja, ik zie hem. Achter je. Maat, je mag even dit gebied verlaten. Ja, kan je die al insteken daarom ergens in een diep donker hol waar de zon niet schijnt? Aap. Die motor die naast de winkel staat, is die onklaargemaakt? Positief. Daarnaast ook groen licht gegeven aan overvallers, kunnen ook met gaan. Lopen we hier buiten. Ja, dat, hou jij even de weg in de gaten, ik hou die stappen in de het voertuig. Fiets gaat er vandoor. Richting Grove Street, negatief. Kijk, dit bedoel ik, hè? Had nou gas gegeven! Richting de meest met arena gaan. Anders zit er volle auto tegen ons en dan krijg ik ruzie ja, weer. Ja, nou, mede 3 hol in. Negatief, excuus. Komen ze uit bij de vuilnisjob. Oh. De motor zit ook achter jullie aan. Richting vuilnisjob, gaan hier rennen. Staan hier motors klaar, afblokken. Oké, dat is wel goed doordacht. Zo, ik wou net zeggen, die zag ik overvliegen. Liggen blijven. Op je knieën gaan zitten. Gaat er eentje vandoor. Op je knieën. Kassie. Hand op je hoofd. Bij de vuilnisjob gaat er rennend vandoor. Ja, 06 zit erachteraan. De 20 rijdt om. Zie.
is een bosje ingedoken bij het tankstation, vlak bij de vuilnisshop. Sta even. Hier dan nog even in mijn latte. Hallo? Hey, kom met je klauwen omhoog uit dat bosje nu. De 20 ziet geen post naar het tankstation hoor. Hey maat, laat je klauwen zien, ik zie je. Hand omhoog nu. Komt uit het bosje een, komen. Corvette volgens mij aanrijden hoor. Hey, staan blijven. Van Ferrari. Waar is hun schot over? Gaat er weer vandoor. Terug richting motor. Heeft al meerdere waarschuwingen gehad. Ja, 08 weer beschikbaar om te koppelen. Locatie hoor. Plan is job. Blijf staan. Hey, blijf staan nu. Onderweg. Andere kant, op andere kant. Ja, ja, goeie. Ja, de 20 ziet ook iemand. Oh? Blijf staan. Status momenteel, vraag ik ook. BTGV. Staan blijven, staan blijven. Staan blijven! Laat het wap vallen nu! Laatste waarschuwing. Hey. Laatste waarschuwing, staan blijven, het wapen laten vallen. Nee, nee, nee. Zo wapen laten vallen, volgens mij zijn wij in de meerderheid. Mes laten vallen of je hebt een kogel in je knie. Het is nu klaar. Eén kans. Op, laten vallen, maas. Mes. Wordt nu geschoten, allemaal wapens. Laatste waarschuwing, schot, anders aanhouding is weer over. Het laten vallen, dat wapen. Pak me. Het wapen laten vallen! Hij praat in de porto, pas op dat er geen. Ja, oude omgeving komt. Inderdaad in de gaten houden. Ik stond dicht op hem, ik hoorde hem roepen: pak me. Ja, positief. Er komt één motor deze kant op. Die fiets verder door. Ik zie ook een fiets. Oké, luister, er is hier net geschoten. Oh, die motor nog een motor, die was net ook bij beter bij Ghost. Het is een groot pistool. Je hebt recht op zij gehaald, dus recht kan tegengehouden worden. Je hebt recht op de 20 sterren knipperen. Motor meteen weg voor je. Focus op hem. Focus op hem, laat hem hierheen komen. Laat hem hierheen komen. Stop hem meteen in het voertuig, die verdachte. 0520 aan beschikbaar eenheden die eventueel kunnen afzakken naar een achtervolging waar geschoten wordt op de politie. Momenteel iedereen druk met BTGV hoor. Van nou maar. Die fiets hoort er 100% bij over. Ja, we kunnen denk ik wel wat gaan uitdoen aan aangekoppelde eenheden. Gaat de 09 afkoppelen. Komt je maar. Ik wil de fiets ook nog even pakken. Ja, absoluut. Hoeveel AT hebben wij? Twee AT volgens mij. Ja, deze kant op. Schoort, missen we er nog één. Ik kijk even voor. Naar rechts. Dat was wel actie hoor. Ik 6 nu hier zo lang gereden. Ik heb al opgenomen, dus het wordt een zieke video. Bij de locatie van BDV. Nice. We rijden gewoon door, lijkt niks van. Hij zit hier ergens rechts. Ja. Hij moet hier ergens rechts zitten. Nu links. Hé, hey, dat is die BMW of niet? Wat? Is het een andere? Nee, dat is een andere. Nee, is een andere. Dat is precies dezelfde kleur. Hé, hey, daar rijdt hij ja, achter. Ja, ja. 4206 fietser in zicht, we gaan hem proberen aan te houden. Rijdt nu het recyclingbedrijf op. Hallo, er wordt hier geschoten. Ik ben best bang. 209 gaat koppelen aan de andere. Mag even stoppen! Over. Ja, dat is goed. Wie hebben er allemaal momenteel een aanhouding? 07. En de andere 07 momenteel. Mogelijk dat deze kan over worden gedragen aan de 20 hoop. Yes, zoals jullie zagen, hebben de persoon door middel van een schot in zijn knie en een aantal waarschuwingsschoten en geschreeuw en gekrijs op de grond kunnen krijgen en kunnen aanhouden. Ja, op een later tijdstip werd er van ons een agent en een collega gegijzeld met de eis van hey, laat die twee gasten gaan, anders gaat het niet goed met hem aflopen. Nou, uiteindelijk hebben we dat, zijn we daarin meegegaan en hebben we de verdachte helaas moeten gaan laten gaan. En hebben we gelukkig onze collega Rens weer teruggekregen. Dit was ook tevens de video. Bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je nog niet hebben geliked, doe dat dan even hier beneden. En dan wil ik jullie nu erg bedankt voor het kijken.